Dames en heren, welkom bij een nieuwe Wie is de Mol hints en aanwijzingen van aflevering 7. Alweer, we vliegen er doorheen. Niet normaal een hele chaotische aflevering, maar met misschien wel wat interessante informatie. Helemaal als we kijken naar de verdenkingen van iedereen, want dat heeft mij een beetje uit mijn Rob-tunnel gehaald. Ik zal jullie straks uitleggen waarom precies. Allereerst, wauw, wat een aflevering, I guess. Het was voor mijn gevoel een hele rare aflevering. Heel tof, de lasergame opdracht zat erin. I love it. Sowieso, de lasergame vind ik ontzettend leuk. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon een Wie is de Mol klassieker die in de aflevering voor moet komen. Of in ieder geval in het seizoen. Alleen de andere twee opdrachten, opdracht 1 en opdracht 3, waren wel ontzettend lastig. Als je kijkt dat gewoon, ook al zou er niet eens een mol in zitten, dan zou het echt wel onwijs moeilijk zijn om überhaupt wat geld binnen te halen. Kijk naar opdracht 1. Jongens, er komen wat autootjes. Het heeft iets met kleuren te maken. Succes! Eerlijk, ook al wist je dat je moest opletten hoeveel kleuren er waren en wat waar was geschreven en noem maar op, dan was het alsnog een onwijs moeilijke opdracht geweest om dat allemaal in te bellen via de portofoon, te zorgen dat er geen dubbele kleuren in zitten, te zorgen dat, nou ja, iemand hoeft maar één keer te mollen met een bepaalde kleur en je hebt het al gewoon fout. A.k.a. de opdracht was al onmogelijk als ze überhaupt wisten wat de opdracht was. Dus ik vond dat deze aflevering wel heel erg bizar. Hetzelfde als met opdracht 3. Dat ze gewoon die foto's moesten maken. 15 opdrachten die ze tijdens de briefing kregen. Die je zelf moet onthouden en dan nog moet uitvoeren. Again, je hebt er geen mol voor nodig om het te laten misgaan. Dus ik vond het een hele moeilijke aflevering om er echt goed doorheen te spitten, om te kijken wie er nou aan mollen was en wie niet. Want ze hebben ook eigenlijk gewoon bijna niets verdiend. Om precies te zijn, ze hebben €400 verdiend. Dan hebben we nog niet meegenomen hoeveel er in de min ging van de mol tijdens de laseropdracht. Oftewel, bijna geen geld is er overgebleven. Maar ja, we zullen het ermee moeten doen. We gaan daarom gewoon starten met hint nummer 5. En hint nummer 5 is een hint die al langer loopt en die ik ook al een tijdje in de gaten hou. En dat gaat namelijk over Leonie, die precies op 10 minuut 41 elke keer in de aflevering te zien is. Zoals ik al zei, ik volgde de hint al een tijdje. Ik wil altijd wachten met dit soort hints, dat het niet gewoon toevallig is in hint 1, 2, of in aflevering 1, 2 en 3. Maar dat het echt zichzelf gaat bewijzen over tijd. En dat heeft het zeker gedaan, want ze heeft dus in elke aflevering op 10 minuut 41 is ze te zien. En dan denk je eens van, oké, dat is heel random. Waarom maakt dat precies uit? Nou ja, bij de promo die je ziet als ze de Wie is de Mol app aan het promoten zijn, in dat voorstukje zie je dat de tijd ook op 10 minuut 41 staat. Dus het is een, ja, een connectie. Ze hebben het 100% zeker expres in de serie gedaan, in het seizoen. Is het misschien een hint die ons weer moet misleiden? Dat zou heel goed kunnen. Ik verwacht niet heel veel van dit soort hints die echt naar de mol gaan wijzen. Er was natuurlijk vroeger wel wat meer met dat ze, nou ja, bloemen lieten zien bij Margriet en noem maar op. Afgelopen jaar is dat een stuk minder geworden, dus ik verwacht er ook niet al te veel van. Maar het is in ieder geval een hint die goed is om te benoemen. Dan door naar hint nummer 4. Die gaat over mijn grote vriend Rob. Namelijk over een selfie die hij gemaakt zou hebben tijdens de laatste opdracht. Ze moesten natuurlijk heel veel foto's maken van allemaal opdrachten. Nou ja, er waren sowieso al wat keuzes dat ik dacht van, interessante keuze. Hetzelfde als dat Rob gewoon een foto maakte van 4 stukken bamboe. Like, oké. 3 Chinezen met bamboe. Huppa, glitz, fibers. Goed. Super random, maar terwijl je Miljuschka zag lopen met de mobieltje en je zag daar de capture van, zag je rechts onderin het scherm dat Rob een foto van zichzelf had gemaakt. En je ziet niet echt iemand ernaast staan of zo. Ik weet niet precies waarom die foto heeft gemaakt, want ja, het is overduidelijk, denk ik, niet voor de opdracht bedoeld, maar misschien dat hij het deed om te zorgen dat mensen meer afgeleid waren, dat ze uiteindelijk de selectie moesten maken. Daar hadden ze 2 minuten de tijd voor. En dat het dan meer tijd kostte om door die foto's heen te gaan ofzo? Ik weet het niet, want ze mochten uiteindelijk gewoon een selectie maken. Dus zo'n grote mollenstreek lijkt het me niet, maar het was opvallend en erg scherp gespot. En dankzij flink wat mensen in mijn Instagram DM gedropt. Dankjewel daarvoor. Volg me trouwens al op Instagram, @WouterVDVaart.
Laat daar zeker even je hints en aanwijzingen achter. En over Instagram gesproken gaan we even een kleine detour maken. Een hint die namelijk niet tijdens de aflevering online is gekomen, maar tussen de laatste twee afleveringen online was gekomen op de social media van Wie is de Mol. En als je een beetje in het molwereldje zit, dan heb je waarschijnlijk deze hint wel langs zien komen. Het was namelijk een soort van, ja, I guess een teaser. Ik weet niet precies hoe ik het goed moet noemen. Je zag het logo van Wie is de Mol. En ze hadden een datum erbij staan. Uit mijn hoofd was het 24 februari. Oftewel, als jij dit kijkt, ik neem aan dat je elke zondag kijkt in de ochtend. Dan is het morgen op maandag dat die hint gaat plaatsvinden ergens of iets. Tijdens het laten zien van het logo hoor je ook nog dit geluid. Ik moet zeggen, ik ben zelf niet echt van het openbaar vervoer. Ik dacht in eerste instantie erg aan treinen. Een beetje aan het OV, het NS-geluid. Ding, ding, ding. Maar andere mensen zeiden ook dat het wel eens van Schiphol zou kunnen zijn. Dus ja, er gaat iets gebeuren. Wat is niet heel erg duidelijk. We weten natuurlijk wel dat nu een beetje de tijd is dat nieuwe kandidaten gekozen worden. Misschien dat dat er iets mee te maken heeft. Dat het al een soort van voorbode is voor het volgende seizoen. Of misschien is het een aankondiging voor iets wat in de aflevering daarna gaat gebeuren. Misschien iemand die terug in het spel komt. Alhoewel, ze zijn nu wel met veel in het spel voor deze aflevering. Maar ja, dat die met het vliegtuig is aangekomen. Of zo. Je weet het niet. Daarbij goed om te vertellen, volgende week zal mijn aflevering ook niet in Nederland opgenomen worden, maar in een ander land. Welk land dat is, zie je uiteraard volgende week. Dan door naar hint nummer 3. Deze hint gaat over Miljushka. Na het lasergamen heeft zij namelijk een bericht dat ze wil geven aan de rest van de groep. Ben ik gewoon gaan staan, dacht ik, kom maar. Hier ben ik. Dat was het klaarspel. Ja, toen was het klaar, sorry. Hier ben ik. Zegt ze daarmee nou dat zij als mol eindelijk hier is? Zo van, hey jongens, hier ben ik. Ik stond de hele tijd tegenover jullie. Kreeg hem heel veel binnengestuurd. Zou best wel een goede hint kunnen zijn. Zou leuk kunnen zijn in aflevering 10 dat ze hiernaar terug verwijzen. Wie weet. Een extra hintje die langskwam en volgens mij ook besproken werd in Moltalk, ging over dat Nathan wel heel erg bezweet was toen hij de opdracht ging doen. En dat ze vonden dat hij voor een ex-profvoetballer wel erg snel aan het zweten was. Nou, nu moet ik zeggen, zweten en slechte conditie is voor mijn gevoel niet echt iets wat per se hand in hand gaat. Maar even los daarvan, zou het natuurlijk kunnen zijn dat Nathan eerder alle potjes al aan het lasergamen was. En toen hij zelf aan de beurt was voor zijn opname, omdat hij al de hele tijd als mol had gespeeld, dat hij nu zweet had omdat hij dus gewoon nog moe was van die eerdere potjes. Moet zeggen, erg leuke hint, leuk gevonden. Hoe betrouwbaar het is, ik weet het niet. Sowieso is het natuurlijk lastig bij zo'n soort opdracht om er echt veel informatie uit te krijgen. Zo vond ik bijvoorbeeld dat we tijdens Rob zijn sessie eigenlijk helemaal niets zagen van de mol. En dat hij wel heel erg bezig was met een beetje een theatershowtje te geven. Met, oh, ik ga liggen, oh, mijn hoed gaat eraf, oh, wow, wow. En dat ik dacht van, ja, als jij, denk ik, daar tegenover de mol staat, het enige wat ik zou doen is super geconcentreerd kijken. Kijken, kan ik iemand zien en niet, oh, ik lig op de grond. Oh, mijn hoed is erop. Ja, het voelt niet echt alsof daar mijn prioriteit zou liggen op dat moment. Dus misschien dat hij nu wat meer tijd in zijn hoofd daarvoor had om een theatershowtje te maken, omdat hij niet daadwerkelijk tegenover iemand stond. Hé, hey, gewoon een extra hint, hè. Ik dacht, ik drop hem even bij jullie. Denk erover na. Dan gaan we door naar hint nummer 2. En die gaat over de eerste opdracht met al die autootjes waar ze moesten raden hoeveel kleuren, hoe vaak de kleur rood van de auto langskwam, van de letters. Noem maar op, jullie weten wel welke ik bedoel. De thermometer, een moloot die altijd super actief is, die heeft een overzicht daarvan gemaakt en opgestuurd. Dankjewel voor het opsturen daarvoor. En hierin zie je heel duidelijk, ja, wat er die aflevering of wat er die opdracht is gebeurd. Ik zal het even voor jullie uitleggen. Wat je hier ziet, is je ziet wat welke persoon heeft opgenoemd. En daarbij de stukjes die groen zijn geselecteerd, dat zijn combinaties die ook echt bevestigd zijn in de scène. Dus die je langs ziet komen. Van de rest weten we niet of het klopt met de autootjes die daar rijden. Ja, opvallend om hier te zien is dat we heel veel van Miljushka hebben gezien in de aflevering. Ze heeft 3 correcte combinaties doorgegeven, waarbij 2 keer rood voorkomt. En dat zijn toch wel eigenlijk de cruciale combinaties die je als mol
niet wil doorgeven. Want je weet, rood gaat een cruciale kleur zijn. Je wil niet de juiste combinaties van rood doorgeven. En ik vind het best wel opvallend dat zij twee goede combinaties van rood heeft doorgegeven. Ja, voor de rest wordt het dan een beetje lastiger om een conclusie uit te trekken. We zien dat Leonie heeft twee correcte dingen doorgegeven waarvan we de kleur van het autootje niet weten. Je kan zoveel mogelijk niet rode combinaties correct doorgeven. Maar dat maakt in feite niet uit, want het gaat gewoon om de rode combinaties. Dus we zien dit ook gewoon als niet één goed antwoord. Hetzelfde voor Nathan, niet één bevestigd goed antwoord. En wat opvallend is van Rob, is dat we überhaupt niet veel combinaties van hem hebben gezien. Is dat omdat hij alleen maar andere combinaties heeft doorgegeven die niet met rood te maken hadden of die misschien wel incorrect waren? Again, ik denk niet dat de mol überhaupt heel veel werk heeft hoeven doen hier. Zo'n opdracht was überhaupt al gedoemd om te mislukken. Kijk naar de boekhouding die Buddy deed. Nou, dat neem ik hem ook echt niet kwalijk, want dat was gewoon een onwijs moeilijke opdracht. Nog even een leuk tussendoorberichtje. Ik heb samen met Klaas van Kruis, mijn oud mol, heb ik vrijdagavond kwam er een video online. Dus dat was deze vrijdagavond. Daar bespraken we heel veel vragen die jullie hadden achtergelaten. Ik probeer altijd als ik leuke, toffe meetings heb met dit soort leuke mensen, zoveel mogelijk vragen van jullie te betrekken. Ik ga ook kijken of ik aan het einde van het seizoen nog met de huidige kandidaten misschien in contact kan komen om jullie vragen aan hun te stellen. In ieder geval, ik heb met hem een video opgenomen. Mocht je die willen checken, die staat gewoon op mijn kanaal, is te vinden. En anders kan je ook wel ergens boven in het scherm klikken. We hebben het daar dus voornamelijk over achter de schermen. Bepaalt de productie de molacties of doet de mol dat zelf? Hoe zou hij gemold hebben in bepaalde opdrachten van dit seizoen? Dat soort dingen. Ik vond het ontzettend leuk gesprek en ik denk heel veel voor jullie ook. Dus check het zeker na deze video. Ik zou je eraan helpen herinneren hoor, mocht je er geïnteresseerd in zijn. Dan door naar het prikbord. En dames en heren, om heel eerlijk te zijn, ik ga deze aflevering niet eens op het prikbord zetten. Het was zo moeilijk voor alle opdrachten. Er was niet eens ruimte om te mollen omdat er al zoveel fout ging. En als ik nu ga kijken naar, oh nou, Rob heeft wel weinig dingen doorgegeven en die heeft wel... Nee, iedereen heeft het niet goed gedaan. Alle opdrachten zijn mislukt. En uit de tweede opdracht kan je ook eigenlijk niets halen. Dus ik wil niet mijn bord gaan vervuilen met zo'n opdracht. Prima dat die in het seizoen zit, maar om heel eerlijk te zijn, het heeft ons geen stap dichterbij gebracht. Maar wat ons misschien wel dichterbij gaat brengen is hint nummer 1, dames en heren. En die gaat namelijk over de verdenkingen die zijn uitgesproken in deze aflevering. Die vond ik namelijk erg opvallend. Laten we namelijk eerst even kijken naar wie iedereen aan het verdenken is. Allereerst hebben we Miljuschka. Die zegt dat ze op nummer 1 heeft ze Leonie staan. En ze neemt een beetje Rob mee als mol. Dan hebben we Rob en die zegt, ik ga op twee mensen inzetten, namelijk Leonie en Buddy. Leonie zegt, ja, het was een beetje raar om te begrijpen, Nathan, Rob en Mil zijn kandidaten, maar Mil zie ik als minste een kandidaat of zo. Het was een beetje raar. Ik begreep het niet helemaal, maar ik dacht dat ze daarmee bedoelde Mil is de mol, maar we laten haar even buiten beschouwing. Nathan zegt, ik ga spreiden tussen Buddy, Leonie en Mil. En Buddy zegt, tunnelvisie vanaf aflevering 1 op deze mol. En dan klikt hij Leonie aan. Hij zegt het niet en dat is opvallend. Want wat we eigenlijk zien is dat op Leonie na, zit iedereen op Leonie. Want ja, als Leonie op zichzelf zou zitten, nou ja, als mol zijnde kan ze misschien wel doen. Maar dat vond ik gewoon super opvallend. Iedereen zit op Leonie. Daarbij komend zagen we dat Buddy, die moest zijn scherm zien en die zag een groen scherm. Terwijl hij zegt, tunnelvisie vanaf aflevering 1, ik ga vol op deze mol. En dan klikt hij Leonie aan. Hij spreekt het niet uit en dat is het enige wat me een beetje tegenstaat. Want misschien spreidt hij alsnog op het einde om iets op Leonie te zetten. En zit hij eigenlijk op heel iemand anders. Dat zou best kunnen. Maar ja, hij kreeg een groen scherm. Dus hij was niet de persoon die de test als slechtste had gemaakt. Terwijl hij wel vol op Leonie zat. En ook Nathan kreeg een groen scherm. Die zat op Buddy, Leonie en Miljuschka. Dus ja, het ding is, met dit soort verdenkingen wordt er altijd enorm veel gespeeld in de montage. Waardoor je niet precies weet waar echt iedereen op zit. Maar ik vond het wel heel opvallend dat we zoveel Leonie zagen in deze aflevering. Of dat geeft aan dat ze volgende aflevering eruit gaat. Dat ze haar nu extra verdacht willen maken. Ja, of ze zitten gewoon op Leonie. En dat klopt, want ze is inderdaad de mol. En
In het begin van het seizoen was Leonie wel heel erg verdacht. Dat is wat later weggeëpt. Ze kwam wel een beetje over alsof ze heel veel foutjes maakte overal en noem maar op. Maar de laatste afleveringen vond ik er weer wat meer underground. Hey. Maar ja, als we echt moeten geloven zoals de makers het nu hebben neergezet, dan moet Leonie haast wel de mol zijn. Want anders zou Buddy eruit zijn omdat ze vol op Leonie heeft gestemd. Again, lastig dit soort dingen. Heel erg misleidend vanuit de makers. Maar het viel me gewoon op dat ze lieten zien dat iedereen op Leonie zat. Heel opvallend. Dames en heren, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Check die video met Klaas. Klik hier verder. Check die zeker eventjes. En abonneer voor meer video's over Wie is de Mol. Mochten jullie 24 februari aanstaande maandag nou echt iets heel erg verdachts zien, stuur mij een berichtje op Instagram of Twitter @WouterVDVaart. En ik zie jullie volgende zondag bij een nieuwe video. Tot dan, mensen. Ciao.